Kom eruit. Het lukt niet, mama. Wat is er, lieverd? Ik kan niet naar de wc. Huh? Ik weet wat je moet doen. Ik moet dit toilet legen. Ik leg deze mini toiletrollen erin en meng ze dan. Ik voeg voedselkleurstof toe en roer het tot het gemengd is. Nu leg ik ze op een stuk karton. Ik ga verschillende kleuren gebruiken. Wauw, dat ziet er geweldig uit. Als het papier droog is, wordt het hard. Wat denk je? Deze kamer kon toch wat nieuwe kunst gebruiken. Dat ziet er veel beter uit. Wauw, dat is zo cool. Ik kan hetzelfde gezicht trekken. Wauw, het heeft gewerkt. Ik ben in de wc gegaan. Goed zo, jongen. Wauw, dit boek is zo interessant. Hoi papa, ik heb een glas sap voor je. Oh, bedankt schat. Dat is precies wat ik nodig heb. Je bent de beste. Ik ben zo gelukkig. Kan deze dag nog beter worden? Hey pap. Huh? Dit is voor jou. Oké. Ik hoop dat je het lekker vindt. Natuurlijk. Van lezen krijg ik dorst. Perfect. Oké, nu ga ik. Het gaat om de gedachten. Waar was ik gebleven? Waarom zijn mijn voeten nat? Heb ik weer mezelf ondergeplast? Wacht eens even, het is Gina. Wow, wat ben je aan het doen? Ik wil elke druppel hebben. Alsjeblieft, hou op. Het is oké, ik heb alles onder controle. Dat lijkt er meer op. Dan wil ik niet verspillen. Eeuw, heb ik dat gedronken? Alsjeblieft. Nee, bedankt. Geef me die doek. Kijk dit nou. Ik haat opruimen, maar het moet wel gebeuren. Dit is hard werken. Huh? Ik heb een bericht. Wat is dit? Hallo geluksvogels. Bedankt voor het drukken op die knop. Is dit je ooit overkomen? Oeh, frisdrank. Mijn favoriet. Nee, geen overstroming. Oh, kom hier. Ik denk dat het te veel was. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Maar het is oké. We hebben een oplossing. Laten we het nog eens proberen. Druk maar. Dat kan ik wel. Wauw, de frisdrank komt uit de eend. En er wordt niet gemorst. Genot voor de smaakpapillen. Echt lekker. Zo makkelijk kan het zijn. Dat is precies wat ik nodig heb. Wacht, hoeveel? Dat is heel veel geld. Ik denk niet dat ik dat heb. Nee, ach, het was een leuk idee. Soms is het niet voorbestemd. Nee, stop Gina. Geef hier. Wat is er? Dit brengt me op een idee. Ik plak eerst een cartoon-olifant op de beker en dan stop ik er een lege frisdrankfles in. Ik maak een gat in het midden van de olifant en de fles. Nu kan een rietje door het gat heen. Probeer het eens. Dit is zo spannend. Ik maak de dop los en de frisdrank komt uit de slurf van de olifant. Kijk, pap. Dit is voor jou. Nee, bedankt. Het is goed zo. Oh, dat betekent meer voor mij. Proost. Bah, dat is het sap van de handdoek, of niet? Opeens heb ik geen dorst meer, maar toch bedankt. Alles oké, kleintje? Ik probeer het haar van mijn pop te borstelen, maar het is gewoon zo rommelig. Dat is een van de problemen van het leven. Wacht, ik heb een idee. Papa heeft prachtig haar, maar ik ga het mooier maken. Hey, raak de manen niet aan. Sorry, ik probeer alleen maar te helpen. Het kost veel werk om haar zo te krijgen. In plaats daarvan geef ik hem een haarklip. Wat is daar aan de hand? Gina, stop daarmee. Pap is saai. Ik denk dat ik met jou op een scheep zit, pop. Papa doet gemeen. Oh, dat lezen maakt me moe. Misschien moet ik nog even wachten. Ik denk dat ik mijn ogen even laat rusten. Ik ga dromen over luxe haarproducten. Dit is mijn kans, maar ik moet stil zijn. Word alsjeblieft niet wakker. Phew, dat was op het nippertje. Dat meen je niet. Wauw, hij is een diepe slaper. Ik neem gewoon mijn tijd. Hé, dat is een pakkend deuntje. Oh-oh. Geef me alle haarlak. Hij heeft vreemde dromen. Oké, daar gaan we. Hij gaat er prachtig uitzien. Wat? Wat is er net gebeurd? Ik had een nachtmerrie dat iemand aan mijn haar kwam. Huh? Ik kan me niet herinneren dat dat haar was. Wat is er aan de hand? Nee, mijn haar! Gina, heb jij dit gedaan?
Nee, zij is het toonbeeld van onschuld. Wacht, waar zit ik op? Huh? Wol? Auw, en breinaalden. Dat wordt een blauwe plek. Oeps, dat brengt me op een idee. Dit is precies wat ik nodig heb. Dit zal Gina bezighouden. Ik leg de tekening op een vlakke ondergrond en dan bedek ik het met tape. Zo. Nu moet ik het eruit knippen. Ik heb gaatjes langs het haar geponst en ik gebruik een touwtje om door de gaten te duwen. Ik doe dit tot het hoofd vol haar zit. Wauw, dat ziet er goed uit. Gina, kijk eens wat ik heb. Je kunt hiermee spelen. Wow. Doei, Pop. Dit is zo cool. Kijk, ik ben haar haar aan het borstelen. Het ziet er prachtig uit. Laten we wat speldjes erin zetten. Het zal het echt afmaken. Het ziet er zo mooi uit. Zit bijna net zo goed als mijn haar. Ik kan je nog steeds een make-over geven. Nee, ik denk dat ik het zo laat. Nu heb ik wat slaap in te halen. Oh, het is zo warm. Ik moet afkoelen. Doe iets, mama. Ik heb het weer niet in de hand, Matthew. Zie je dit? Ik smelt. Laten we de ventilator aanzetten. Moet het niet draaien? Werk, stom ding. Oh, dit is zo frustrerend. Ik heb tenminste dit drankje. Het is zo goed. Hé, hey, is dat water? Mama, mag ik wat? Huh? Oh, oké. Er is niet veel meer over. Wow. Oké, dat had ik niet verwacht. Dat voelt zo goed. Wacht, waar gaat het heen? Ik haat dit. Het is zo oneerlijk. Ik weet het, lieverd. Huh? Wat is dat? Dat brengt me op een idee. Dit kan ons helpen koel blijven. Ik vouw een vel papier om en ik wil een harmonica-effect maken. Nu knijp ik in het midden en duw de uiteinden tegen elkaar om een waaier te creëren. Vervolgens pak ik een stuk geel karton en lijm de randen vast. Ik rol het rond een lijmstift. Ik plaats de ventilator aan één kant en dan wikkel ik er meer karton omheen en lijm ik het aan elkaar. Ik moet het karton naar beneden schuiven en nu zal ik touw aan het ene uiteinde plakken. Dan draai ik het om en plak ik het aan de andere kant. Ik kan de ventilator nog in het karton schuiven en dan plak ik een touwtje aan de buitenkant vast. Ik zal dit bedekken met meer karton en dan rol ik het lekker strak op. Ik plak vlindervleugels op de buis. Als ik de kaart vervolgens naar beneden trek, komt de waaier naar buiten. Matthew, kijk hier eens naar. Ik wou dat ik er een had. Nou, hier heb je er een. Wauw, is die voor mij? Bedankt, mam. Moet je dat zien? Wauw. Dit voelt zoveel beter. Goed idee, mam. Oh ja, dit voelt goed. Wacht eens even. Ik denk dat ik weet waarom de ventilator niet werkte. Het helpt als je de stekker in het stopcontact steekt. De hitte stijgt naar mijn hoofd. Eten, eten, eten. Alsjeblieft. Ik hoop dat je dit lekker vindt. Wat is dit? Het is een gezonde maaltijd. Maak je een grapje? Ugh, ik haat groenten. Matthew, wat ben je aan het doen? Waar heb je die chips vandaan? Wat? Waar komen ze vandaan? Oké, ik eet die stomme groenten wel. Eet alles op. Ja, dag. Ik heb een beter idee. Ik heb deze lekkere burger. Niet zo snel. Dat kun je niet eten. Oh, kom op. Ik meen het. Nee. Matthew, ze zijn goed voor je. Kan me niet schelen. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Ik smeer de groenten in een ei. En dan wat bloem. En dan weer ei. En dan frituur ik ze en ik wil dat ze goudbruin worden. Ik plaats ze in een kleurrijke emmer. Dit is voor jou. Gefrituurde kip? Wauw, bedankt, mam. Dit lijkt er meer op. Deze kip smaakt wel anders. Moeten de kruiden zijn. Maar het is lekker. Hij eet het op. Ik ben zo trots. Mag ik dit elke dag? Natuurlijk. En ik neem deze burger. Heb je de wedstrijd gezien? Ik bedoel, wat dacht hij? Het was beschamend. Deze tekening is een kunstwerk. Hé, papa. Oké, ik spreek je later. Doei. Dat was een goed gesprek. Nu is het tijd om op boek te duiken. Ik heb een idee. Papa's telefoon. Die pak ik. Wauw, ik voel me een volwassene. Wacht, dit kind kan vliegen?
Waarom werkt het niet? Ik zal het een stoot geven om te kijken of dat het oplost. Oeh, er is iets gebeurd. Ik maak de klus af. Pak aan. Dit is leuk. Hé, pap, ik vernietig je telefoon. Dat is leuk. Huh? Dat geeft me nooit aandacht. Genoeg. Komt-ie. Auw. Gina, wat was dat? Kijk wat je met mijn telefoon hebt gedaan. Het is verpest. Wat heb je gedaan? Oeps, de hamer is uitgegleden. Wat moet ik nu doen? Een nieuwe telefoon kopen, denk ik. Het is tijd om het familieerfstuk te verkopen. Daar gaat je erfenis. Ik heb mijn moeder beloofd dat hij in de familie zou blijven. Maar denk eens aan mijn glimmende nieuwe telefoon. Het is zo mooi. Wie heeft de stomme ring nodig? Hey, hoe gaat het? Je gelooft nooit wat er is gebeurd. Oeh, een nieuwe telefoon. Spreek je later. Doei. Nee. Ja! Het is onvermijdelijk. Wie ben jij? Dit kan ik niet laten gebeuren. Ik weet wat ik moet doen. Ik plaats dit schuimblok in mijn telefoonhoesje. Ik duw het naar beneden. Dan leg ik een afdruk van een telefoonscherm erbovenop. Dat is best overtuigend. Hallo? Ja. Die telefoon is van mij. Ik leg mijn telefoon hier neer. Ik hoop dat er niks mee gebeurt. Oeh, kijk hier eens naar. Dat is geweldig. Ik ga hem helemaal kapot maken. Je kan me niet tegenhouden, telefoon. Het werkt. Hallo, ik moet stil zijn. Zo zoet. En kijk eens naar al deze stukjes koek. Hebbes. Klaar voor een snack? Oh jeetje, niet dat soort snack. Een appel? Ben je gek? Oh. Wie heeft er allemaal zin in broccoli? Doe maar open. Nee. Oh, zo kieskeurig. Oké, lieverd. Ogen dicht. Kom op, doe het nou maar gewoon. Ha, zie je? Dicht. Open. Waarom probeer jij het niet? Tijd om deze banaan erin te sluipen. Oh, ik ga nooit meer iets gezonds eten. Waarom is ouders zijn zo moeilijk? Wat is dat? Een fruitzakje? Eindelijk lijkt het de goede kant voor me op te gaan. Ijsstokje gaat erin. En dan mag hij in de vriezer afkoelen. En nu wachten we. Dat is wel genoeg. Tijd om dit uit te proberen. En kijk, het lijkt precies op een ijsje. Maar geloof me, het is veel gezonder. Wat ben ik toch een genie. Wie heeft er zin in een ijsje? Hé, geef me daar ook wat van. Nou, ik kan wel een uitzondering maken. Oh, hier. Dit neem ik wel. Lekker. Ik zou een prijs moeten winnen voor vader van het jaar. Oh, het lijkt hier steeds maar viezer en viezer te worden. Schoonmaken is tegenwoordig het enige wat ik nog doe. Oeps, ik heb een plekje gemist. Zo mooi en glimmend. Zo doe je dat. Mama heeft een voetmassage nodig. Ik kan niet langer blijven staan. Oh. Mama, wat is er te eten? Oh, geen soep? Maar ik heb honger. Ik ben de lunch helemaal vergeten. Heel even wachten, oké? Daar gaan we weer. Het werk van de moeder eindigt nooit. Stop, ik kan het wel. Noem mij maar de chefkok. Woehoe, kijk hier toch eens naar. Hé, niet spieken. Oh, als jij het zegt. Ik wil dat dit een echte verrassing wordt. Wacht, zit hier chocolade in? Ik ben op een geweldig idee gekomen. Mijn twee favoriete ingrediënten. Ja. Eerst komt het brood, dan de chocolade. Voor nu is het saai, maar dat verandert nog wel. Leg er gewoon een boel van op het brood. Tijd voor wat zoetigheid. Ik ben dol op aardbeien. En leg er dan nog een sneetje brood op. Zijn die niet superleuk? En ik heb ze helemaal zelf gemaakt. Yep, yep. Maar ze kunnen wel wat hitte gebruiken. Zo, tot snel jongens. Ziet er goed uit. Zijn ze gesmolten? Oké, mam. Tada! Broodje chocola. En er zitten zelfs aardbeien in.
Tijd voor de smeltest. Oeh, dat ziet er nog eens goed uit. Dit is echt lekker. Ik weet het. Jij mag elke dag wel lunch voor ons maken. Oké, kunnen we nu buiten spelen? Gaaf, ik sla eerst. Eens even kijken. Waar moeten deze? Oh mijn god. Kijk naar al die messen. Dit kan echt niet. Wat als mijn kleine engel dit pakt? Ze zou zichzelf kunnen verwonden aan deze voorwerpen. Oh, nee. Dit kan echt niet. Ik moet dit allemaal opbergen waar ze er niet bij kan. Wat een opluchting. Veel beter. Nu is ze veilig. Oké, ik ga wat speelgoed van haar opruimen. Wacht eens even. Deze hoek van de tafel is zo scherp. Het is bijna erger dan die messen. Ze zou er tegenaan kunnen knallen. Oh, nee. Haar kostbare knietjes. Ik wil niet dat deze tafel haar aan het huilen maakt. Oh, nee, echt niet. Ik zal niet zo'n doodmachine in mijn huis hebben. Zo, de kussens zijn mooi vastgezet langs de hoeken. Ze zijn niet meer scherp en nu zal ze veilig zijn. Vergeet niet de deur op slot te doen. Oh, wacht, de stopcontacten in het huis. Nee, wat doet ze nou? Ze zal gewond raken. Nee, niet mijn kindje. Stop, steek nooit iets in het stopcontact. Ach, kijk nou, ze ziet er niet uit. Kom hier, laat me je kleren schoonmaken. Oh, wat doe ik met jou? Wacht eens even. De deksel van deze doekjes zou misschien de oplossing kunnen zijn. Ja, het komt allemaal samen. Ik moet alleen wat aanpassen. Daar gaan we. Ik kan gewoon het deksel eraf halen en over de stopcontacten plakken. Nu is het een wandbedekking. Dat zal haar nieuwsgierige vingers uit de buurt van het stopcontact moeten houden. Oké, wees braaf terwijl mama weg is. Wacht eens even. Het strijkijzer. Zo kan ik het huis nooit uit. Hoera, dit is mijn favoriete poppet. Ik ben dol op vlinders. Oh mijn god, ze gedraagt zich als een kleine engel. Oh, hallo. Ik heb je in tijden niet gezien. Hoe is het met je? Kom op, laten we gaan wandelen. Ja, ze doet het. Denk je dat we om de hele wereld kunnen lopen? Kijk, Pop. Een zwembad, ik hou van zwemmen. Oh, wauw, je hebt dorst. Je moet wat drinken. Hier, hoe voelt het? Is het lekker? Oh, nee. Waar is ze gebleven? Oh, daar is ze. Ik kan niet geloven hoeveel ze gegroeid is sinds de laatste keer dat ik haar zag. Pop, dit is niet leuk meer. Oh, moet je zien. Daar ligt een bal. Het is nog een goede bal ook. Geweldig. Het is blauw en rood. Kom terug, je bal. Stop met wegrollen. Ik wil met je spelen. Wauw. Bah, kijk hoe hoog deze boom is. Het gaat helemaal omhoog. De beste boom ooit. Boom. Ik weet dat ik je kan schudden. Grapje. Ik ben helemaal geobsedeerd door dit boek. Hoezo? Wacht. Waar is ze heen? Waar is ze? Nee, ze is vermist. Ze is hier niet. Hier is haar pop. Maar ze neemt hem overal mee naartoe. Waar is ze? Neem me niet kwalijk. Hallo, heb je een klein meisje gezien? Ze ziet er zo uit. Ze is heel onschuldig. Oh, het spijt ons. We hebben haar helemaal niet gezien. Waar zou ze naartoe kunnen zijn? Oh, neem mijn telefoon. Hallo? Ja. Oh, heel erg bedankt. Oh, waar is ze? Oh, mijn engel, liefje. Mama heeft overal naar je gezocht. Hoi, mama. Oh, heel erg bedankt dat je haar hebt teruggebracht. Hoe ben je bij mij terechtgekomen? Oh, nou, ze heeft die armband om en ik heb gewoon het nummer gebeld. Oh, mijn god, ik was vergeten dat ik die armband had gemaakt. Ik had wat vislijn en wat kralen gepakt en wat hartjes om het er mooi uit te laten zien, maar ook mijn telefoonnummer. Tot slot haar naam en nog meer hartjes. Nou, heel erg bedankt dat je Annie terug hebt gebracht. Fijne dag. Zwaai maar gedag, Annie. Ik neem er wel één. Goede keuze. Alsjeblieft. Hier, Betty. Laten we gaan, lieverd. Lekker! Wacht even, lieverd. Ik moet even opnemen. Hallo? Oh, hoi. Wat leuk dat je belt. Mama! Dat deed ze toch niet? Ik geloof je niet. Oké, Betty. Mijn lolly! Ik kan hem maar beter oprapen. Het ziet er vies uit. Waar is mijn ballon gebleven? Nee, kom terug. Het spijt me, ballon. Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Betty, wat is er aan de hand? Oh, ik bel je terug. Het komt goed, lieverd. Mama lost het op.
is een noodgeval. Fijn om zaken met je te doen. Ik had op de universiteit moeten blijven. Ik moet voorkomen dat dit weer gebeurt. Ik zal het lint om de lolly wikkelen. Dat moet goed zijn. Alsjeblieft, Betty. Wauw, dankjewel, mama. Kijk, mijn ballon vliegt niet meer weg. Oh, heel fijn, schat. Ik ben zo blij. Mama? Mama lost het op. Oeh. Dat was apart. Dit is super. Wat een mooie tekening. Ik heb meer groen nodig. Oh, mijn kleine knutselaar. Hoi, mama. Oh, nee. Wat is dat? Wees alsjeblieft niet de hamster. Oh, het zijn je krijtjes. Nee, hoe moet ik nu tekenen? Het is oké. Mama bedenkt wel iets. Hoop ik. Waarom overkomt mij dit? Dit is een ramp. De bakvorm kan handig zijn. Het is het proberen waard. Ik zal de gebroken krijtjes in de bakvorm plaatsen. Ik zal ze in de cijfers plaatsen. Ze zitten er allemaal in. Nu zet ik de vorm in de oven. Dit zou de krijtjes moeten smelten. Dit is net alsof ik een taart aan het bakken ben. Ik hoop dat het werkt. Het is tijd om de bakvorm uit de oven te halen. Voorzichtig, het is heet. Ik laat ze afkoelen en haal ze dan uit de bakvorm. Dit ziet er leuk uit. Ik schik ze op dit bord. Ik hoop dat Cheryl ze leuk vindt. Mijn favoriete krijtjes. Het is oké, schat. Kijk wat mama heeft. Zijn dat krijtjes? Oeh, het zijn nummers. Welke zou ik eerst gebruiken? Kijk, mama, het heeft verschillende kleuren. Ik ben blij dat je ze leuk vindt. Ik vind ze geweldig. Oh nee, mama. Oh, ik heb een vakantie nodig. Waarom? Nog één nachtje slapen tot het theater. Het is zo spannend. Ik kan niet wachten. Ik heb vreselijk geslapen. Ik voel me verschrikkelijk. Achoo. Alles doet pijn. Hallo, slaapkop. Ik voel me niet zo goed. Eens even kijken. Heb je koorts? Zet dit op je hoofd. Deze hoestsiroop zal helpen. Mond open. Bah. Jij moet goed rusten. Naar het theater. Ik kan het niet missen. Ik wacht al zo lang. Het spijt me, schat. Je bent ziek. Oh, wacht eens even. Ik denk dat ik weet hoe ik je moet opvrolijken. Pak een doos met cornflakes en knip er een vierkant uit. Draai de doos horizontaal en voeg een strook zelfklevend papier toe. Herhaal dit met een andere kleur van het zelfklevend papier. Wissel de kleuren af totdat de doos bedekt is en gebruik vervolgens een schaar om het papier dat over het gat zit te knippen. Neem vervolgens twee vellen vloeipapier en vouw ze op deze manier. Plak het tissuepapier aan de binnenkant van de doos. Maak twee spleten in de bovenkant van de doos en steek er een ijslollystokje in. Teken tot slot figuren op de kaart en plak het op de ijslollystokjes. Ben je klaar voor de voorstelling? Wauw, het is super! Ik dacht dat het theater naar jou zou kunnen komen. Wat vind je van de voorstelling? Wauw, encore! Achoo! Bah, nou dat was walgelijk. Ik hoop dat het niet besmettelijk is. We kunnen samen ziek zijn. Super. Er gaat niets boven een lui dagje auto wassen. Oeh, het is wel warm. Oh, hallo daar. Tijd om de buik in te houden. Je had erbij moeten zijn. Kijk dat eens. Niemand kan mijn haarflip weerstaan. Hé, dames. Dat moest grappig zijn, toch? Klassieker. Ze lachen met mij. Toch? Oh, nee. Oh, typisch. Ach ja, terug aan het werk. Moet mooi en schoon worden. Het is brandloos. Goed gedaan. Ik ben er best tevreden mee. Ik ben klaar voor school, papa. Stap maar in, schat. Ja, laten we gaan, pap.
Laten we eerst wat muziek opzetten. Ik hou van dit liedje. La 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 la. Nee, wat ben je aan het doen? Oeps, sorry. Ik heb de auto net schoongemaakt. Maar ik kan nog steeds een beetje dansen. Woehoe! Wat zei ik net? Dus oké, haal adem. Denk aan de yogalessen. Wacht, ik heb een idee. Dit t-shirt zal alles oplossen. Ik doe hem over de hoofdsteun. Trek het dan over de zitting naar beneden. Nu kun je dansen, lieverd. Dankjewel, pap. Na 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 na. Daar gaan we. Wegwezen. Ik moet wat muggenspray op je spuiten. Nee, dat is vies. Waar ga je naartoe? Ach ja, ik heb het geprobeerd. Nee, nee, nu kan je me niet pakken. Is dit een goede plek om mijn snoep te eten? Wat een interessant boek. Mmm, zo kleverig. Oh, nee. Ga weg. Mami. Laat me met rust. Hm? Was dat Liam? Nee, het was waarschijnlijk niks. Help me! Pakken! Nu zijn ze boos. Je moet me helpen, mami. De muggen hebben me te pakken. Ze zijn echt gemeen. Maak je geen zorgen, schat. Ik weet al wat ik moet doen. Je hebt een paar druppels van dit nodig. Ik zal ze op je polsbandje doen. Dit houdt de muggen weg. Ze zullen je niet meer lastigvallen. Geef me nu een kus. Ik ga liever met de muggen hangen. Ik ben weer terug en nu is het persoonlijk. Pak aan. Het is bedtijd, lieverd. Hier is je knuffelbeer. Dankjewel, papa. Slaap lekker, Eva. Ik zie je morgen. Wacht. Het is zo donker. Ik vind dat niet fijn. Papi! Super. Nu is mijn chakra uit balans. Ik kom eraan, lieverd. Wat is er? Wil je vechten? Ik bedoel, is alles oké? Het was donker en toen de storm. Nee, het is goed. Maak je geen zorgen. Alles is oké. Ik ben hier. Wil je een verhaaltje horen? Sluit je ogen maar. Er was eens... Oh, ze slaapt. Ga niet weg! Shh, ik ben er nog. Rustig maar. Papa! Dat is beter. Oh, kom op! Ik denk dat ik een idee heb. Deze rubberen handschoen zou handig zijn. Ha, snap je hem? Ik doe de handschoen in het glas. En ik vouw de handschoen over de rand. En ik heb nog een glas gevuld met rijst. En ik vul de handschoen met de rijst. Nu haal ik de handschoen uit het glas en leg ik er een knoop in. Ik denk dat dit zal werken. Ik leg het gewoon op Eva's arm. Ja! En nu kan ik wegsluipen. Mijn been! Niet huilen! Hey pap, laten we dansen. Kom op, het wordt leuk. We kunnen zien wie de beste danser is. Daag je me nou uit? Daar gaan we. Ik denk dat je dit niet kunt. Jouw beurt. Jouwe vader van je kan wel wat. Geef toe, je bent onder de indruk. Phew, dat is moeilijker dan ik dacht. Wie vindt jij de beste danser? Ik ben het. Stem op mij of je krijgt huisarrest. Ouder zijn is zwaar. Er is altijd wel iets. Daarom hebben we deze geweldige hacks om je dag gemakkelijker te maken.
Wat voor grappige dingen doen jouw ouders? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Vergeet niet deze video met je vrienden te delen.